Wat ontzettend bijzonder om zo hier te staan. Dit is zo warm, dit is zo bijzonder. Het is heel warm hoe u zo om mij heen zit. Maar hoe we de handen openen en omhoog keken. En het van God verwachten. En zo die zegen kregen. En om hier met die prachtige mensen te zitten. En zo om elkaar heen te staan, dat is zo ontzettend bijzonder. Dank jullie voor die prachtige woorden, ook voor die mooie opening. En Kinga en Martijn, ik denk dat ze erachter zitten. Vrienden van de fractie, vrienden van de partij. Inderdaad, Kinga en ik hebben van de zomer gesproken. En het ontroerde mij ook ontzettend. Dat iemand die eigenlijk alle reden heeft om hopeloos te zijn, om de moed op te geven, dat hij zo vol goede moed is, zo vol geloof. En dat ze hier zingt en ons zegent. Het is ontzettend bijzonder. En dank voor je mooie woorden, Carola. Dat was ook heel warm. En ik herinner me inderdaad heel goed die ontmoeting met Jitse. Tenminste, die sprong er voor mij even uit. En toen ik later Rut daarop aansprak, zei hij, ja, dat was super gaaf. Ja. Het was echt het hoogtepunt van de week. Ja. Maar het was echt heel gaaf. Dat was echt heel bijzonder. Dat Jitse stond hier en hij zei, ja, ik wil een gesprek met premier Rutte. Nou ja, Piet plaatste mij voor het blok, ik moest dat beloven. Dus ik heb de politieke assistent aangesproken. En dat tekent het ook. Ik ga straks nog wat lelijke dingen zeggen over Rutte, hoor. Dus dat komt goed. Maar het tekent een man dat hij onmiddellijk zei, dat gaan we doen. En de deur ging open en we hebben inderdaad koffie gedronken. En dat was mooi, dat was echt een bijzondere ontmoeting. Bijzonder om hier te staan. Als aanvoerder van een prachtig team van hele bijzondere mensen, van aanvoerder van een prachtige, warme partij waar ik heel graag lijsttrekker van ben. En een jaar geleden stond ik hier ook. Arie, jij weet het ook nog heel goed. Ik heb van jou dat prachtige boek gekregen van Abraham Kuyper. Een erfstuk uit de familie wat ik overhandigd heb gekregen, wat sindsdien op een speciale plek in mijn boekenkast staat. En ik stond hier en ik heb mij voorgesteld aan u als een hoopvolle realist. En vanochtend wil ik met u nadenken wat dat nou betekent om nu in aanloop naar 15 maart, in de tijd waarin we leven, de spannende tijd waarin we leven, wat het betekent om hier nu hoopvol realistisch te zijn. En als u iets moet onthouden van deze speech, als ik u iets duidelijk wil maken, dan is het dat het ongelooflijk erop aankomt hoe de ChristenUnie straks uit de stembusstrijd komt. Dat het van ongelooflijk belang is. Dat de waarden waar wij voor staan, dat de standpunten die wij innemen, dat de spits die wij nu kiezen in onze campagne, dat het cruciaal is. Dat die onder de aandacht worden gebracht en dat wij gaan knokken. En dat wij versterkt uit de stembusstrijd komen om te knokken voor de dingen die ons zo na aan het hart liggen. Toen ik hier stond, heb ik beloofd dat ik het land in zou gaan. En dat heb ik gedaan. Ik heb verschillende van u ontmoet. Ik heb prachtige mensen ontmoet. Onze statenfracties die me meebrachten naar allerlei plekken in de provincies. Ik heb plekken van hoop gezien. En als je nou zo door het land gaat, dan is het niet moeilijk om hoopvol te zijn. Dit is een heel bijzonder land. Dit is een heel mooi land. Een land waarin het volstrekt duidelijk is wat onze wortels zijn. Dat christelijke wortels zijn. Dat er zoveel christelijke initiatieven zijn. Zoveel mensen die werk maken van hun geloof. Hun hart laten spreken en zich inzetten voor hun naasten. Het is niet moeilijk om een land voor je te zien waarin kinderen een goede toekomst hebben. Waarin ook mijn dochters Anne, Eline en Nora, waarin ze een goede toekomst hebben. Het is niet moeilijk om hoopvol te zijn over een samenleving waarin echt iedereen meetelt. Iedereen erbij hoort. Ook mijn ouder wordende moeder. Het is niet moeilijk om hoopvol te zijn over de vrijheid die we hebben. We leven in een baken in deze wereld van zoveel onvrijheid om ons heen. Dan koesteren we de vrijheid die we hebben. En het is niet moeilijk om hoopvol te zijn over een land met zoveel vrijheid. Vrijheid om te geloven, vrijheid om het onderwijs vorm te geven zoals je dat zou willen. En dat maakt me hoopvol. En dat is ook waar de ChristenUnie zich voor in wil zetten. De toekomst voor onze kinderen. Een samenleving waarin iedereen meetelt. En vrijheid om te kunnen geloven. En dat maakt me hoopvol. Maar ik ben niet alleen maar hoopvol. Ik ben ook een realist. Want ik ben dat land ingegaan en ik heb gezien en geproefd wat u ongetwijfeld ook weet. Dat het wantrouwen in de overheid toeneemt. Dat er heel veel angst is, dat mensen zich afvragen, ja maar wat als het doorgaat zoals het nu gaat? Wat als het blijft zoals het nu is? Wat als het erger wordt? Zoveel mensen die hun hart vasthouden. En we voelen allemaal aan dat een
wereld na Trump een andere wereld is dan daarvoor. En we voelen allemaal wel aan dat een Europa na een Brexit, na het Oekraïne-referendum, dat dat een ander Europa wordt. En dat dat spannend is. Ik heb het wantrouwen in de politiek gezien, het wantrouwen in politici, ze in Den Haag. Het wantrouwen in een overheid die niet doet wat het belooft. En dat maakt me realist. Ik heb gesproken met Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. En hij wees me op een groep mensen, een grote groep mensen, die als zij hun zorgen ventileren, dat niet doen vanuit hun onderbuik, maar dat doen vanuit hele reële problemen. De zorgen van mensen vandaag gaan terug naar hele aanwijsbare problemen van hele echte mensen. Mensen die korter leven omdat ze een slechtere gezondheid hebben. Mensen die vaker een tijdelijke baan hebben. Die harder moeten werken om het hoofd boven water te houden. Mensen die een diep wantrouwen hebben in de politiek. Die het gevoel hebben, niemand hoort mij, niemand luistert naar mij. Ik word niet gezien. Ik sprak erover door met Cornel Vader. Hij staat aan het hoofd van het maatschappelijk werk van het Leger des Heils. Een organisatie die ons ook zeer na aan het hart staat. En hij sprak met mij over armoede. En hij zei, Gert-Jan, het heeft altijd ook een materiële component. Natuurlijk heeft het een materiële component. Dat mensen aan het eind van de maand te weinig geld hebben. Dat ze geld tekort komen. Maar veel meer nog heeft armoede in onze samenleving ermee te maken dat er mensen zijn die niemand anders hebben. Dat er niemand is die je even bij de hand neemt als een schuldhulpmaatje om je even uit de schulden te helpen. Dat er niemand is die je wegwijs maakt door het oerwoud van bureaucratische regels in onze samenleving. De eenzaamheid en het alleen zijn, dat is het meest schrijnende van onze armoede. En daar wees Cornel Vader mij op. Dat maakt mij realistisch. Ook de ontmoeting die ik 2 weken geleden had met Henk Bauma op de Justice Conference. Een prachtige kerel met een hart voor God en een hart voor zijn naaste. Hij woont op Kanaaleiland in Utrecht. En hij heeft een groot hart voor de bewoners die daar wonen. En dat zijn veel Marokkaanse Nederlanders. En hij sluit vriendschappen met ze, hij trekt met ze op. Het is niet moeilijk voor hem om vrienden te zijn met moslims. Hij heeft daar een kerk gesticht. Hij is een gemeenteplanter, hij is een evangelist. Zijn hand reikt hij uit naar de mensen om zich heen. En tegelijkertijd zei hij tegen mij, islam brengt hier geen vrede. En hij weet het aan de lijve, want hij heeft bedreigingen gehad. En zijn kerk is bedreigd, omdat hij daar christen is. En wat hij ventileert en wat hij zegt, dat doet mensen de schrik om het hart slaan. Wat als het zo doorgaat, als wat we nu op Kanaaleiland zien, dat wat Henk Bauma meemaakt. Overigens is hij niet hopeloos. Het is een man vol hoop en vol liefde, omdat hij Jezus heeft en achter Jezus aangaat. Maar het is het sentiment wat zoveel mensen schrik aanjaagt. En dat maakt mij een realist. En zo sta ik hier voor u als een hoopvolle realist. Met hoop en met realisme. En met beide benen op de grond. En wat ik met u wil doen is, ik wil 4 ontmoetingen langs gaan. Ik wil u voeren langs 4 mensen die we dan in ons gesprek hier tegenkomen. Die ons confronteren met 4 indringende vraagstukken. Die vragen om heldere antwoorden van de ChristenUnie. En die 4 ontmoetingen zullen duidelijk maken waarom het zo cruciaal is, waarom het zo belangrijk is dat de ChristenUnie versterkt uit die stembusstrijd komt. Dat we op 15 maart inderdaad geloof een stem kunnen geven. De eerste ontmoeting die we hebben, dat is met Inge Krooswijk. Inge die woont in Rotterdam, had ons gemaild op het hoogtepunt van de, wat dan heet de vluchtelingencrisis. En zij vertelde dat ze haar hart vasthoudt. Dat ze zich grote zorgen maakt. En niet alleen Inge die mailde ons, er waren heel wat meer mensen die ons mailden. En Joel en ik hebben ze uitgenodigd. Ze zegt, kom naar de fractie en we willen naar jullie verhalen luisteren. En Inge heeft haar verhaal verteld. Inge vertelde dat ze als geboren en getogen Rotterdammer in een portiek woont. En zegt, ik ben de enige die Nederlands spreekt. Ik versta mijn buren niet. En dat is een buitengewoon reëel probleem. Dat is geen onderbuik. Dat is een hele reële zorg. En dat kleine verhaal van haar, van Inge, vertelt een veel groter verhaal. Het vertelt een verhaal van een samenleving waarin integratie vaak veel te vrijblijvend is geweest.
waarin nieuwkomers veel te vaak op afstand zijn gehouden van die samenleving. Veel te veel aan hun lot zijn overgelaten. Het vertelt een verhaal van Inge die zichzelf aan haar lot voelt overgelaten. Het gevoel heeft dat niemand naar haar omziet. Het vertelt het verhaal van een cultuur die buitengewoon relativistisch is gaan spreken en nadenken over de eigen wortels. Wij zijn een land met een joods-christelijke traditie. Wij zijn een land met wortels in het evangelie. Onze waarden die ons hebben gemaakt tot het land wat we nu zijn, die komen voort uit het christendom. Het was Jesse Klaver die vorige week zei, we moeten maar niet meer spreken over de joods-christelijke traditie. En het is D66 die er bijna een hobby van maakt om alles wat ons herinnert aan, het christelijke, aan onze christelijke cultuur, om dat uit te gummen, om dat weg te vegen. Soms heeft er alle schijn van dat ons cultuurgoed onder leiding van veilingmeester Pechtold per opbod zo verkocht wordt. En dat is slecht. Dat is slecht voor ons land. En dat is slecht voor nieuwkomers die niet weten waar ze aankomen. Die niet weten in wat voor cultuur ze terechtkomen. En dat moet anders. Wij zullen weer met veel meer vrijmoedigheid moeten spreken over de waarden die ons binden. Christelijke waarden als rentmeesterschap, gerechtigheid, naastenliefde. Dat zijn waarden die we weer moeten benoemen in de grondwet. Die we gewoon weer moeten opschrijven. En dat zal helpen als nieuwkomers komen en zich willen aanpassen en hier medeburger willen worden. Medemens is iedereen. Onze naaste ben je altijd. Maar medeburger, dat moet je worden. Vandaar ook dat in ons verkiezingsprogramma nu het leerwerktraject staat. Een 2-jarig traject waarin nieuwkomers met een status onmiddellijk aan de slag gaan. Ze krijgen leefgeld en ze krijgen onderkomen. Maar ze kunnen zich heel snel opwerken als ze de taal gaan leren. Als ze aan de slag gaan, als ze vrijwilligerswerk of betaald werk gaan doen. Als ze ook cultureel inburgeren. Weten wat die centrale normen en waarden van ons land zijn. En daarmee kunnen mensen daadwerkelijk lid worden van Nederland. Deel gaan uitmaken van onze gemeenschap en medeburger worden. Wij moeten de vrijblijvendheid voorbij. En laten we op die manier werken aan een land met sterke wortels in onze christelijke traditie. En laten we werken aan een land waarin mensen niet met de ruggen naar elkaar toe staan, maar elkaar in de ogen kijken. En laten we op die manier hoop en stem geven. We gaan naar de tweede ontmoeting. Dat is met, als we de foto zien, dat is met Pim en Jijke Rosa. En de foto wordt ons nog niet gegund, maar die zal ons ongetwijfeld... daar zijn ze, prachtig. Prachtig gezin. We kennen Pim goed, omdat Pim al jaren een zeer gewaardeerde medewerker is van de fractie. En een fantastische medewerker is. En dit, Pim is wat dan in de volksmond heet een eenverdiener. Omdat Jijke ervoor heeft besloten om er voor de 3 kinderen te zijn, een time-out te nemen en voor hen te gaan zorgen. En nu wij in deze tijd veel spreken over een samenleving die verbrokkelt en het belang van sterke gemeenschappen en het investeren in die samenleving, dan zou dat moeten beginnen bij het gezin. Maar dit kabinet gedraagt zich als een vijand van het gezin. En laat ik hier de naam van Rutte dan maar noemen. Rutte gedraagt zich als een vijand van het gezin. Als wij opkomen voor eenverdieners, dan vinden wij iedere keer, krijgen we iedere keer 0 op het rekest. Op dit moment is het zo dat als een eenverdiener een gemiddeld inkomen heeft, dat hij 6 keer zoveel belasting betaalt als een 2-verdiener met hetzelfde inkomen. Mensen, dat is onrecht. Zeer onrechtvaardig. En vandaar dat wij willen investeren in het gezin, dat wij ruimte willen geven aan het gezin, dat wij daar waar liberalen de indruk wekken dat ze alleen op de wereld zijn, willen wij duidelijk maken dat wij er voor elkaar zijn, dat wij, of je nou liberaal bent of niet, allemaal beginnen in een gezin. En dat we daarom ruimte moeten geven aan die gezinnen. Vandaar dat ik vanochtend heb voorgesteld om een deel van de belastingmeevaller die we nu kunnen incasseren, om die te besteden aan gezinnen door de verhoging van de kinderbijslag. Het moet terug daar waar het het meeste pijn doet, bij gezinnen. Maar ook ons belastingstelsel is buitengewoon onrechtvaardig. Het is een opvoedboete en het is een mantelzorgboete. Omdat het zorgen voor kinderen en het zorgen voor je zieke vader en je moeder je bijna onmogelijk wordt gemaakt. Je krijgt er de ruimte niet voor.
Daarom moet het belastingstelsel hervormd worden. Het gezin is niet alleen de hoeksteen van de samenleving, het is voor ons ook de toetssteen van een nieuw belastingstelsel. We gaan naar de derde ontmoeting. Dat is een hele bijzondere. Dat is mijn moeder. En zij heeft mijn jongste dochter Nora daar in de armen. Mijn moeder is 76, ze woont nog alleen. Maar het is nu al de vraag in ons gezin, in onze familie. Wie zorgt er straks voor mijn moeder? Voor onze moeder? Hoe lang kan zij nog zelfstandig in Lisse blijven wonen? En komt het moment daar dat ze naar een andere plek moeten? Hoort ze erbij? Maakt ze deel uit van onze samenleving? Natuurlijk is ons antwoord. Maar het is wel precies dat wat op het spel staat. We hebben een indringende en wat mij betreft soms ook een huiveringwekkende discussie gehad over voltooid leven. We zitten er nog middenin. We hebben het verzoek gezien van mensen die zeiden van wij willen, als wij oud zijn en ons leven voltooid is, willen wij de mogelijkheid hebben om een einde te maken aan ons leven. Een zeer indringend ethisch dilemma. Het kabinet heeft dat in handen gelegd van een commissie van wijzen, van verstandige mensen, onder leiding van notabene Paul Snabel, D66-senator. Ze hebben daar lang en indringend over nagedacht. En hun antwoord was heel helder. Doe dit niet. Wat hier op het spel staat, is een samenleving waarin ouderen volwaardig een plek hebben. Waarin ze helemaal meetellen. Waarin de goede zorg is. En als je deze weg opgaat, staat dat onder druk. En daar waar Snabel zei, doe dit niet. Ga dit niet wettelijk regelen. Zei Snabel nog ook iets anders. Maak werk van een samenleving waar ouderen er wel bij horen. Helemaal meetellen. En dat is wat wij willen. Maar het is dan goed om je heen te kijken en te zien in wat voor strijdtoneel we staan. En wat het politieke palet nu is. Neem een partij als GroenLinks. Dat is voor een deel van onze achterban is dat een fris en fruitige partij. En soms ook voor sommige mensen een aantrekkelijk alternatief. En deze partij wil nog verder gaan dan D66. Die zegt, ach, die leeftijdsgrens en die sterfbegeleiders, is dat niet te betuttelend? Het is goed om te weten dat ook dit de agenda is van GroenLinks. En mochten er mensen zijn die om wat voor reden ook het gevoel hebben dat ze moeten kiezen tussen groen en christelijk, dan heb ik goed nieuws. Dat hoeft niet. Het was de website Sargasso die de verkiezingsprogramma's tegen het licht hield. GroenLinks kreeg een fraaie 8, maar de ChristenUnie kreeg een fraaie 8,5. Maar het is omdat deze samenleving op het spel staat en deze waarden op het spel staan, dat ik van de week met Jan Slachter naar voren ben gestapt en een manifest heb gepresenteerd. Waardig oud worden. En wat wij willen, dat is een mantelzorgfonds. Zodat mensen kunnen zorgen voor ouderen. Wat wij willen, is dat jong en oud elkaar vasthouden en voor elkaar zorgen. En alleen al daarom, zeg ik richting de vrienden van Perspectief, is dat idee van die maatschappelijke dienstplicht heel goed. Dat klopt. En wij willen geen stervensbegeleiders, maar levensbegeleiders. En dat is de inzet. Dat is de inzet die we hebben samen met Jan Slachter. En wij willen een stembusakkoord, wij willen toewerken naar een stembusakkoord van maatschappelijke organisaties. De ouderenbonden hebben zich inmiddels ook aangesloten. En politieke organisaties, politieke partijen, om in februari met een stembusakkoord te komen die daar een streep onder zet. En het moet me één ding van het hart. Ik mis het CDA. Ik mis het CDA. Het bekent geen kleur, ik weet niet waar ze staan, ik hoor ze niet, ik zie ze niet. Ik zou zeggen, Simon Buma, kom uit je winterslaap, doe mee. Zet je handtekeningen hieronder en laten we samen knokken voor de waarde van het leven. En geef op die manier ook hoop en geloof en stem. Laatste ontmoeting, ook een hele speciale, ook een hele bijzondere. Dat is met Matthias. Matthias Koning, zoon van Marcel die hier op de eerste rij zit. En Matthias staat voor De Horizon, de Griffemeerde basisschool in Hoogland, bij mij om de hoek. De basisschool waar mijn drie dochters ook naartoe zijn gegaan. En nu heb je alle vrijheid. Alle vrijheid om daar naartoe te gaan, voor die school te kiezen. Voor een school waar de Bijbel open gaat. Een school met leerkrachten die met hart en ziel zich inzetten voor de toekomst van kinderen. En dat ook willen doen bij een open Bijbel. En daar kun je in vrijheid voor kiezen.
Maar je voelt aan alles en je leest aan alles dat die vrijheid onder druk staat. Van SP tot D66, van de JOVD tot Voor Nederland en allerlei individuen in andere partijen. Ze staan op en ze zeggen, het is mooi geweest. Het is welletjes. We moeten er maar eens even een streep doorheen halen. En zo staat die onderwijsvrijheid op het spel. En dat is buitengewoon zorgelijk. Want wat op het spel staat is de vrijheid, de keuzevrijheid van ouders. Wat op het spel staat is de vrijheid om bij een open Bijbel onderwijs te bedrijven. Het was 2 weken geleden dat Diederik Samson met Lodewijk Asscher in een van die debatten stond. En dat was in de Schilderswijk. Ze waren daar met hun auto met chauffeur naartoe gereden. Zo gaat dat bij de PvdA tegenwoordig. En ze stonden daar en er kwam een lelijke sneer. Een lelijke sneer richting een school die mij zeer dierbaar is. Richting een school die in de Schilderswijk staat. En dat is de Beatrixschool. De onderwijsvrijheid moest worden ingeperkt, zei Diederik Samson. En hij verwees naar de Beatrixschool. En het stak mij en het werd me. Ik werd oprecht kwaad. Want daar waar de boliden s'avonds weer de Schilderswijk uitreden, daar bleef die de Beatrixschool daar staan. Die staat al 125 jaar. 125 jaar wordt daar met een open Bijbel en met mensen met hart en ziel voor kinderen, wordt daar onderwijs gegeven. Aan kinderen in een lastige wijk, aan kinderen die anders een mindere toekomst zouden hebben. En het was die school die diende als illustratie voor een pleidooi om de onderwijsvrijheid in te perken. Diederik Samson heeft heel veel verstand van kernenergie. Echt. En mensen, als er vandaag geen onderwijsvrijheid zou zijn, en als er vandaag geen ChristenUnie zou zijn, hadden we vandaag nog de ChristenUnie moeten oprichten om die onderwijsvrijheid mogelijk te maken. APPLAUS. Wij willen niet minder vrijheid, wij willen meer vrijheid. En daarom is ons voorstel, maak elke school bijzonder. Dus niet alle bijzondere scholen openbaar, maar alle scholen bijzonder. Geef ze aan de ouders. Geef die ouders inspraak. Laat mensen, wat hun overtuiging ook is, zich met hart en ziel en naar eigen inzicht zich inzetten voor de toekomst van kinderen. En laten we zo op deze manier deze overtuiging straks ook een stem geven. APPLAUS. Mensen, ik ga afsluiten. Meer dan ooit. Meer dan ooit doet uw stem ertoe. Meer dan ooit gaat het erom spannen. En meer dan ooit is het van belang dat de ChristenUnie straks het verschil gaat maken. Voor de toekomst van onze kinderen. Voor een samenleving waarin iedereen meetelt. Elk leven waardevol is, van het allereerste begin tot het allerlaatste. En een samenleving met vrijheid. Vrijheid om te geloven, onderwijsvrijheid. Daar maken we ons sterk voor. Ja, natuurlijk. Natuurlijk zien we de angst. Maar wij zaaien niet nog meer angst. Natuurlijk zien we de zorgen. Maar wat wij zaaien, dat is hoop. En die hoop is zo sterk. Het is wat Paulus schreef. Onze hoop zal niet beschaamd worden omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten. Die hoop is het best denkbare fundament wat we ons kunnen voorstellen. En zo staan we hier, zo zitten we hier als een Gideonsbende. Als een Gideonsbende die klaar staat om die strijd aan te gaan, want het is een strijd. En er staat wat op het spel. Maar wel onder de open hemel. Met de zegen die we net hebben meegekregen. Zo willen we aan de slag gaan, als die Gideonsbende. Maar niet alleen wij hier. Ik doe ook een beroep op u. Strijd mee. Werk mee. Bid mee. En geef zo geloof een stem. En geef zo hoop een stem. Ik dank u wel.